Ik vind dat je tegen elke tegenstander, maar ook tegen elke club respect moet hebben. Maar dat betekent niet dat je niet je eigen spel moet spelen. Dus het gaat erom dat je je eigen spel speelt. En als je verdediger en als je tegen hem staat, moet je proberen hem uit te schakelen. En dat geef ik ze alleen maar mee. En dat je niet ontzag voor hem moet hebben. Wel respect, maar niet ontzag. Ik vind, omdat hij zo sterk is, dat het, en ook met een hele goede techniek, dat maakt hem een van de beste spitsen in de wereld. En je weet nooit wat hij gaat doen, dus... Voor mij is het belangrijk, denk ik, dat we als team heel goed verdedigen. Want 1 tegen 1 zal niemand van ons hem stoppen. Dus wij moeten als team dat heel goed doen. Wat ik zo proef van de spelers, hebben ze er heel erg veel zin in. Om een hele mooie wedstrijd van te maken. En hopelijk ook uiteindelijk met 3 punten naar huis te gaan. Het is een wereldploeg natuurlijk, maar ze aanvallen ook heel veel. En wij krijgen ook ruimtes. Wij vinden dat we moeten aan onszelf kijken en als we gewoon onze eigen goed spel spelen, hebben we echt een kans morgen. En dat geloof is zeker in de ploeg.